Hallo allemaal, Bart hier van bmwtouringco.nl. Het is mijn eerste YouTube filmpje en Patrick achter de camera. En nou ja, als je het leuk vindt en dan kijken we 100 man, dan maken we een tweede. Zullen we dat beloven, Pat? Is goed. Ik kreeg een brief van Bart van bmwtouringco.nl. Dus zullen we ze ook maken. De lezersbrief. De kijkersbrief, Pat. Beste Bart. Mijn naam is Casper Haar uit de regio Apeldoorn. Ik heb recent een Porsche 911 gekocht. Maar wat vroeger grijs was, is nu bruin. Kan je me helpen? Nou, lieve Casper uit de regio Apeldoorn. We gaan eens even laten zien, althans, hoe ik het schoonmaak. Ik heb gewoon, nou ja, Pat, hoeveel dagen, weken lang op YouTube gekeken naar filmpjes. 100 uren. Van die detailfilms. Die MO is goed. MONY geloof ik. Maar ook van Rick. Shoutout van Rick van Stippend. Polish. Rick, thanks. Je hebt ook zeker waardevolle tips gegeven over interieur. Dus we gaan vandaag hebben we een BMW 335 in Touring uit 2008, 12 jaar oud, een man was 62 en heeft een F11 gekocht en nou, een hele keurige auto, maar 12 jaar, hij heeft limoenkleurig leer, dus we gaan kijken of we die mooi schoon kunnen krijgen. En ik ga jullie vertellen hoe ik het doe. Ik heb niet de wijze waarheid in pacht en er zijn heus wel mensen die het beter kunnen. Maar persoonlijk vind ik altijd dat het verschil voor en na mega is. Dus nou, misschien heb je er wat aan, of misschien niet. Nou, dat mag je zelf lekker zelf bepalen. Doe even in de comments, weet je wel, van of het helpt jou. Weet je, zullen we aan de slag gaan? Is goed, Bart. Let's go. Daar zijn we. Oké. Casper Haar uit regio Apeldoorn. Wat hebben we allemaal nodig? Mega fijn. Petje, kan je eens zoeken? Dit zijn kruidvat wondersponsjes. Mega relaxed. Ook voor kunststof delen. Dat laat ik hier in een andere video zien. Als er 100 likes zijn, dan maken we een filmpje over het wondersponsje. Dit ding. Mega goed. Volgens mij een eurotje bij kruidvat. De drill. Via Amazon.com gekocht. Maar dit is voor de grotere vlakken. Je hebt ook nog van die hele grote. Maar dat is wel echt mega. En dan moet je ook wel weten of het leer wel goed en stug is, weet je wel. Het borsteltje, mega goed. Ik ga je ook vertellen waarom een borstel heel belangrijk is voor het proces. Want het is een natuurkundig proces schoonmaken. Klinkt gek, maar het is natuurkundig. En eigenlijk maakt het niet uit wat voor spul je gebruikt. Maar als je een natuurkundig proces maar in oogschouw houdt, waarom dingen schoon worden. En een droger. Dat is van Rick. Rick van Stip Polish Point. Top tip. Dat je dit hebt verteld. Dat is mega goed. Alright guys, wat we gaan doen is We gaan hier de E91 petje. Oh ja, fuck, dat moet ik ook nog vertellen. Goeie doeken. Goeie doeken van die wat is het, badstof of microvezel? Die zijn echt mega belangrijk. Petje, dit is hem. Kijk, ik heb de andere kant al gedaan. Dus dan heb je een beetje een preview. Maar ik ga vertellen hoe je dadelijk, zeg maar, dat doet. En ik ga eerst even aftapen. Dus dan pak ik even een beetje. Oké, guys. Rijdt ze nog? Dat is goed voor YouTube. Petje, wat zullen we doen? Bovenkant maar eerst, hè? Kijk, wat ik altijd doe is, zeg maar, ik maak hem helemaal naar beneden. Want dan loopt de vloeistof niet zo naar beneden. En dan blijft de vloeistof makkelijker liggen, althans, enigszins. Zo. Pak mijn tape bij de action. Mega. Dus dit is van die. Oeh. Even kijken, een beetje gaan we. Hier plakken. Een beetje in de naadjes.
Zo. Oké. Alright, Pat. Dat wil doen. Oké. Dan even alle spullen aan. Deze. Aan. De voorbereiding. Mega tof. Dan doen we deze, zeg maar, alvast in een kwart, zo. Dat is goed. We gaan vandaag werken met de boedelborstel. En waarom? Het moet schuimen. In schuim zit namelijk de veiligheid. En kijk, dit is zeg maar van Kartek. Maar je kan elk... Vroeger gebruikte ik van de Action. Zodat je daar kan laten zien. Ook tof spul. Maar het belangrijkste is dat het schuimt. Want in schuim is het zeg maar de viezigheid. Oké, Pet, kom maar hier. Dan moet deze even hier. Kijk, maak hem goed nat. Met deze. En dit is eigenlijk een soort anti-vetmeuk. Dat, want het is gewoon heel vet, gewoon mega vies dit allemaal. Kijk Pet, dan pak je de spons. En wat je doet, is allemaal kleine. Kijk, zie je? Het moet echt... Kijk. En het goed in die naden, want de BMW-leer, deze 91, persoonlijk vind ik het echt kippenleer. Dit is echt kwaliteit, nou laat ik het zeggen, in de E4 Max en 2 Max zijn ze wel echt leer. Hier, hier petjes er maar in. Oké, dan maak ik er nog een beetje extra zo. Kijk, nou. Als het maar schuimt. Schuim is echt key. Zonder schuim is niet schoon. Kijk, je ziet het al. Wat een mek. Het gaat gewoon echt leeg weer dit leer. Althans. Kijk, Petje. We gaan nog één keer goed. Goed. Schuimen. Hè? En dan gaan we. Ready for take-off. Pakken deze. Bam. En meteen schuim weg. Dat is echt super belangrijk. Niet op laten drogen. Maar meteen het schuim weg. Is het schuim weg? Dan. Thanks Rick. Shout out for you. Meteen drogen. Kijk. Even die gaatjes. Zo. Het is echt zo'n spijkerboek gehad. We kunnen nog een keer filmen, Petje. Dan doen we dat leer een beetje opknappen. Dat is... Kijk. Mooi droog. En dan nu... trekken we de tape weg. Nou, Pet, maar een mooie shot. Mega verschil, hè? Dat is bizar. Ja. Echt. Ook als je vanaf hier zit. Ik kijk toch niet meer naar dit filmpje. Oké. Precies. Nou ja, dit was het eerste filmpje van Bart van bmwtouringco.nl over hoe maak ik die stoelen schoon. Volgende filmpje, als jullie dit liken en leuk vinden, met 100.000 views, dan laat je zien hoe je het stuur schoonmaakt. Dat is ook wel echt een mega verschil, want een vet stuur bij verkoop van een auto, dat is echt geen poer. Dus een mooi, schoon, dof stuur, ja, dat staat zoveel lekkerder als iemand instapt. Dat is gewoon het meest, meest aangeraakte stukje auto intern. Dus dan moet dat schoon zijn. En echt, als je auto stuur schoon is, dan weten mensen al meteen van, nou, dit voelt goed. Alright, tot de volgende keer. Bye bye.